mensen, ja, ik dacht als je beschaafd praat, dan krijg je een kans in het leven die anderen niet krijgen. Dan gaan er misschien deuren voor je open die voor anderen gesloten blijven. Maar het is heel raar, ik kan in mijn mooiste pak aankomen, golftas over de schouder, met een Jaguar voorrijden. Ik krijg gewoon nog steeds recht in mijn gezicht te horen van, nou meneer Stol, weet u niet of u weer in aanmerking komt voor een uitkering? Dat zegt eigenlijk allemaal niks. Maar... Definite, BEP, we reppin' it, so turn me up, come on baby, just pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it. De truc met de bal weggooien, dat je dan vasthoudt, gewoon die hond die gewoon 10 keer van, oh, heb je nog, oké, nu, oh, en dan, gewoon blijft gewoon erin trappen, weet je. Terwijl je kat, weet je, zelfs als je de bal echt gewoon... Die kijkt er gewoon aan. En hoe krijg je dat ding nou weer terug? Moet ik de hond sturen? Of, maar katten... ik heb er maar over na te denken. Wij denken vaak dat katten heel intelligent zijn. En naast honden lijken ze best wel intelligent. En hoe die mensen uit het onderzoek erop zijn gekomen, dat weet ik niet. Maar ze kunnen toch niet heel... Ik vind sowieso, als je, katten die kunnen nog zelf jagen. Daar heb je ze vaak nog voor. Dat ze nog de muizen vangen en shit. Maar als je dan nog zelf je eten gewoon bij SP voor het uitkiezen hebt. Gewoon, je kan kiezen wat je... Maar je neemt je hele leven genoegen met het smerige blikvoer. Dat is geen teken van intelligentie, vind ik. Maar ik heb ook nog... Hallo. Actie. Denkt u ook wel eens bij uzelf? Ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat ik wil. Ik zit thuis, ik voel me ongedurig. Wat zal ik doen? Zal ik mezelf ophangen aan lus in de kamer? Of ga ik naar de Rode Leeuw? Ga naar de Rode Leeuw. De Rode Leeuw, waar het altijd gezellig is.